Vrije Tijdscongres Flevoland. Take off direction, net Almere als de dette marker worden. Daar ligt hij. Oslo is wel heel goed zichtbaar, hè? Ja, die Floriade, daar is heel veel over te geweest. Maar hij krijgt zo'n mooie vorm. Ik verzorg graag de pers- en PR-activiteiten voor Visit Flevoland. Zo organiseer ik regelmatig persreizen en verzorg ik de corporate communicatie. In één eiland waar je naartoe kunt. Al die andere eilanden die natuurlijk puur voor de natuur zijn en waar volgens de natuurwachters een enorme ontwikkeling plaatsvindt. Volgend jaar werk ik aan projecten voor Nationaal Park Nieuwland. Ook breng ik verschillende wijzigingen aan op de website om ondernemers nog beter te ondersteunen. Als je vanuit de lucht naar Urk kijkt, dan zie je ook echt het mooie oude dorp. Ook dat, wat je heel mooi ziet liggen als een drooggevallen eiland, zal ik maar zeggen. Binnen Visit Flevoland heb ik een tweeledige functie. Enerzijds doe ik de projectondersteuning voor onder andere Nationaal Park Nieuwland en ik doe ook de administratie. Ik ben de vliegende kiep op kantoor en ondersteun de projecten waar nodig. Naast de nationale en internationale campagne zorg ik dat touroperators Flevoland ontdekken. Ook zet ik de Noordoostpolder op de kaart en kijken we samen met ondernemers hoe ze kunnen aanhaken bij de Floriade. Bijzonder, zowel van bovenaf als van onderstaan. Ja, Walibi, die herken je meteen hè, aan de achtbanen en de Russische trekker van je welstuk. Rond het met Zeewolde Midden al vakantiepark. Die contouren in de verte al, het is heel herkenbaar. Met ons team proberen wij Flevoland toeristisch gezien zo goed mogelijk op de kaart te zetten. En proberen wij ondernemers uit de branche te betrekken bij onze activiteiten. Ja, dat is natuurlijk het aviodroom, maar waar ook ons congres houden, dus we zijn er eigenlijk bijna. Wij zijn er klaar voor. Vrije Tijdscongres Flevoland. Lekker warm. Ja, we zijn binnen. Mooi vluchtje was dat, hè? Ja, was prachtig. Heb je een beetje zin in? Ja, absoluut. We hebben net gezien hoe mooi Flevoland uit de lucht is. Wat er allemaal te beleven is. Ja, het Vrije Tijdscongres is natuurlijk toch het moment om dat te kunnen vertellen. Om het daarover te hebben. Ja, en met de mensen om ons heen die allemaal betrokken zijn met deze branche. Fantastisch. Ik heb er heel veel zin in alle voorbereidingen. Ja, het is echt het moment van het jaar. Het is een mooi congres, gaan we ervoor maken. Zullen we lekker naar binnen gaan? Ja, laten we dat doen. Nou. Mooie locatie, maar vind jij het gezellig om hier met z'n tweeën te gaan zitten? Dit is wel een hele lege zaal als je er zo naar kijkt, hè? Ja, maar denk je, zullen we een ander plekje gaan zoeken? Laat me een ander plekje gaan zoeken, dat is beter. Kom op, genoeg mooie plekjes hier. Vrije Tijdscongres Flevoland. Nou Job, hier zitten we even wat leuker dan met z'n tweeën in zo'n grote zaal, hè? Ja, je ziet meteen waar we zijn ook, hè? Ja, onmiskenbaar, een hele mooie locatie. Ik wil je allereerst hartelijk danken dat jij onze hoofdgast vandaag wil zijn op ons Vrije Tijdscongres. Welkom. Ja, dankjewel. Vrije Tijdscongres, normaal zouden we meteen naar de orde van de dag overgaan. Maar voor jou is het je eerste Vrije Tijdscongres, hè? Je bent ook nieuw. Vertel eens, wat vind je het meest op aan Flevoland en aan Visit zo de eerste paar maanden? Ja, ik zou het haast alweer vergeten, want we zijn zo vol op stoom al meteen gegaan. Maar een hele bijzondere periode is dat geweest. Ik ben natuurlijk thuis begonnen. En met veel steun van de collega's heb ik me snel alle materie eigen kunnen maken. En wat mij heel erg is opgevallen en ook is bijgebleven als ik zo terugblik, is wel de afgelopen tijd dat ik zoveel ondernemers heb mogen ontmoeten. Die hun bedrijf aan het opbouwen zijn, die het aan het uitbouwen zijn, maar ook die keihard aan het knokken zijn om het hoofd boven water te houden. En wat mij het allermeeste toch wel is bijgebleven aan Flevoland, wat een ruimte hebben we hier. Ja, echt ruimte die we nog kunnen benutten. Hè. Toen we er net overheen vlogen, dat hebben we gezien. Dan kun je ook zien wat de ruimte er is, hoe groen die is.
Maar ook wat voor mooie dingen er in die ruimte gebeuren. Ja, het is echt, echt fantastisch. En elk seizoen is weer anders. Hè. Het is echt een mooie reden om elk seizoen naar Flevoland te komen. Zo is dat. Vrije Tijdscongres Flevoland. Wat zijn eigenlijk de plannen van Visit voor het komend jaar? We hebben allerlei mooie plannen, maar een van de belangrijke dingen voor onze kijkers is dat we meer aan accountmanagement gaan doen. Dus als het kan, gaan we meer naar buiten. Als het niet kan, gaan we vanuit huis of kantoor meer onze ondernemers in Flevoland uit de branche opzoeken. Ze krijgen ook allemaal een eigen aanspreekpunt, zodat er korte lijntjes komen. Want we vinden dat contact echt heel belangrijk, dat we weten wat er speelt. En ook heel belangrijk, er gaat een arrangementenmodule komen. Dus als er meerdere ondernemers samen een goed plan hebben, dan kunnen ze dat in die module zetten. En wij kunnen dat onder de aandacht brengen met direct een link waar toeristen ook een kaartje kunnen kopen enzovoort. Dus we gaan daar heel erg in faciliteren en meedenken. Dus je bedoelt eigenlijk ondernemers die gaan elkaar opzoeken en die zeggen we hebben activiteiten die mooi bij elkaar aansluiten. Die gaan we gecombineerd in één keer verkopen. Ja, precies. En wij gaan ze daar ook bij helpen. Want doordat we de ondernemers steeds beter leren kennen, kan het ook zo zijn dat iemand zegt, ik heb een mooi product, maar ik zoek iemand uit die en die sector erbij. Nou, misschien kennen wij diegene wel. En dan kunnen we ze op die manier complementair aan elkaar maken en samen iets moois laten opzetten. Om op die manier onze gasten, onze toeristen steeds meer van Flevoland te laten zien. Ook stukken die ze misschien niet meteen kennen. Ja, precies. Dus sommige dingen liggen heel erg voor de hand. Maar er zijn ook andere hele mooie en hele interessante dingen. En als je dat nou combineert, is dat voor alle partijen interessant. Want je kan die toerist op die manier ook langer in Flevoland houden. Ja, Job. Perspectief 2030. Ik heb het al de afgelopen periode een aantal keer voorbij horen komen. Maar kan je even kort uitleggen, wat houdt dat nou op hoofdlijnen in? Ja, perspectief 2030 is natuurlijk iets landelijks, hè. Wat eigenlijk het toerisme in Nederland het perspectief van 2030 heeft, dat hebben we vertaald naar Flevoland. En eigenlijk is het hier heel makkelijk. Wat wij graag willen is het verhaal van Flevoland vertellen. Ja. Is vertellen over onze strijd tegen het water. Nou ja, vooral wat we hier doen dankzij het water, zal ik maar zeggen. Ja. Natuurlijk onze agrofood, wat hier allemaal verbouwd wordt en wat er met die producten gedaan wordt. De moderne architectuur en ook heel erg de verhalen van de Flevolanders, want al die Flevolanders zijn ontzettend trots op Flevoland. Ja. En er is niks mooier, ook voor toeristen, als ze in plaats van te lezen in een brochure, ga hier naar kijken, ga daar naar kijken, verhalen horen. En het is een bijzonder verhaal dat ze kunnen beleven in Flevoland. De meesten weten dat niet, het is echt een pareltje. Ja. Van Urk, wat natuurlijk heel bekend is, maar ook fantastisch is met zijn geschiedenis, tot Zeewolde of Almere of Lelystad, waar noem maar ook op. De nieuwe architectuur ervan af spettert. Of kijk eens helemaal naar de Oostrand, daar rondom Dronten tot aan Zeewolde toe, wat daar enorm veel aan recreatieterreinen te vinden is. En misschien wel het pareltje dat het minst ontdekt is, de hele Noordoostpolder, ja. Met hele bijzondere overnachtingsmogelijkheden in de natuur. Er is zoveel te zien en zoveel te vertellen over Flevoland, dat wij gezegd hebben dat perspectief zijn de verhalen van Flevoland. En wat we daarmee natuurlijk willen doen, is zorgen dat die bezoekers naar Flevoland komen. En voor de corona waren we eigenlijk een heel eind onderweg. Toen zag je het aantal bezoekers in Flevoland heel goed stijgen. Ja. Op andere plekken is het te druk, zeggen we. Hier is het niet te druk. Hier bent u welkom. Kom maar. Kom deze kant op. Dat zagen we. Daar kwam natuurlijk een dip in. Voor de ondernemers vreselijk. Maar eigenlijk ook voor onze promotie niet goed. Maar we zijn weer lekker aan het opbouwen. En als je dan weer over Flevoland heen vliegt en je ziet al die verschillende perspectieven, dan weet je dat we met elkaar een mooi product te verkopen hebben. Ja, fantastisch. Fantastisch. En nou, het heet natuurlijk 2030, perspectief 2030. Maar als je nou iets dichterbij kijkt, wat zie jij als mooie kansen voor de komende 1, 2, 3 jaar voor Flevoland? Ja, als je heel dichtbij kijkt, heb je natuurlijk de Floriade. Floriade die een enorme trekker is, omdat heel veel mensen naar Flevoland haalt. En je natuurlijk wil dat die meer zien van Flevoland dan alleen de Floriade, want die Floriade op zichzelf ook al een mooi verhaal is. En ook het goede verhaal over Flevoland vertelt. Dus we denken dat dat een extra bezoekersstroom wordt. Maar eigenlijk misschien in den breedte vooral de ruimte waar je het in het begin over had, om die te laten zien. We hebben hier fantastische pop-up campings. Waar super. Je een festivalsfeer op een campingterrein beleeft. We hebben natuurlijk ook Aviodroom, hier waar we nu zijn. Maar kijk ook naar Walibi Flevo als attractie die wereldwijd bekend is. Ja. Denk aan Batavia Stad, waarvan we zeggen mensen komen daarheen. Maar die moeten eigenlijk verder dan de stad ook de rest van Flevoland gaan ontdekken. Ja, dus hebben we tal van aantrekkelijke punten waarvan wij denken
Morgen kunnen we beginnen om die toerist, zo gauw die weer een beetje mag reizen, naar Flevoland te halen. En we zien dat het binnenlands toerisme heel erg stijgt. Dat is mooi, want die hebben voor een deel Flevoland nu ontdekt. Hè? Waren hier nooit eerder geweest, zijn er nu misschien wel eens geweest. Denken, daar wil ik naar terug, voor de watersport of voor de natuur. Maar we zien ook dat buitenlandse toeristen toch ook de weg naar Flevoland steeds beter gaan vinden. Ja. En door met elkaar de handen in elkaar te slaan, samen met gemeenten als toeristisch product op de kaart te zetten, hebben we echt een mooi verhaal te vertellen. Nou, daar maak je een mooi bruggetje, want je zegt we werken samen met z'n allen, onder andere met gemeenten. Visit Flevoland gaat hier natuurlijk ook alles aan doen. Zo dadelijk praten we nog even verder over bezoekers en hoe gaan we die nou precies proberen te trekken en welke bezoekers gaan we trekken. Maar onze razende reporter Carla Bierma, onze collega van Visit, is ook even langs geweest bij een aantal wethouders en heeft gevraagd wat voor hen relevante ontwikkelingen voor de toekomst zijn om op te richten. Althans, de korte termijn toekomst. Dus we gaan even kijken naar een filmpje dat we hebben gemaakt met Luc Baten, wethouder van Lelystad, en Egean de Jonge van Zeewolde. Ik ben hier in het Aviodroom en in het oude voormalige stationsgebouw van Schiphol. En ik zie daar de heer Baten staan, wethouder gemeente Lelystad. Dus ik ga een paar vragen stellen over het perspectief 2030. Ja, het perspectief 2030 biedt heel veel kansen en mogelijkheden voor Lelystad om zich te ontwikkelen op recreatief toeristisch gebied. Wat zijn die ontwikkelingen precies in Lelystad? Nou, Lelystad is dat vooral de natuur, water, erfgoed. Kijk, als we kijken naar de natuur, hebben we natuurlijk de Oostvaardersplassen. We hebben de Markerwadden, dat is vrij nieuw. We proberen vooroevers aan te leggen. We proberen tweede eilanden te krijgen. En als het gaat om water, hebben we het hele IJsselmeergebied. Daarnaast hebben we de Knarrendijk, we hebben de Gemaal, we hebben sluizen. Dus wij proberen op die manier water, watererfgoed en vooral ook de natuur bij ons te betrekken. En vooral hoofdstad van de nieuwe natuur. Dus van daaruit pakken we dat allemaal op. Ja, wat zijn de plannen voor de komende jaren? Kunt u daar misschien iets over vertellen? Nou, in de komende jaren zullen we ons met name richten op de verstedelijking. En die verstedelijking ook met biodiversiteit en de natuur. Om vanuit de stad naar buiten te gaan, maar ook van buiten de stad in te komen. Dus met veel groen werken, ook in die verstedelijking. En daarnaast die kustontwikkeling. Kijk, die kust die gaan we nog meer aanpakken. Kijk, ik heb de Markerwadden zojuist genoemd. Ik heb de Oostvaardersplassen genoemd. Maar wat we vooral gaan doen, is proberen om poort Oostvaardersplassen Lelystad te ontwikkelen. Zodat we dus op een bepaald moment in de omgeving van Hollandse Hout, dat we daar dus een poort van Lelystad creëren, waarbij we dan daar iedereen ontvangen. En bijvoorbeeld in het Hollandse Hout gaan we kijken, kunnen we kanoën, kun je wandelen, kun je fietsen, kun je op een bepaald moment zelfs verblijven. Maar we zijn aan het kijken of we daar ook een stuk recreatie kunnen combineren met verblijfsrecreatie. Dus we gaan in feite proberen om de vrije tijdseconomie echt op te pakken. Ja, om dat te verwezenlijken is er natuurlijk, zijn er allerlei ontwikkelingen nodig. Productontwikkeling, misschien investeren in infrastructuur. En wat zijn die ontwikkelingen? Ja, we zijn vooral ook met de bereikbaarheid. Dan hebben we het over de TOPS, de toeristische overstappunten bijvoorbeeld. Daarnaast gaan we ook het gebied in, de ontwikkeling van Poort. Dan sluiten we aan op het Nationaal Park Nieuwland. En de beleving ook in het Hollandse Hout en dergelijke, die direct met Poort te maken heeft. Daar proberen we dus ook de ontwikkeling te krijgen in het verblijf, in de bekendheid, in een stukje marketing in die omgeving. Maar ook vooral mensen die wat langer kunnen blijven. Dus we proberen daar verblijfsrecreatie te creëren. Men kan dan overnachten, maar men kan kanoën, men kan fietsen, men kan alles doen in die omgeving. En we pakken het hele gebied aan als het gaat om de kust in zijn totaliteit. We proberen die kust nog verder te ontwikkelen dan waar we nu al mee bezig zijn. De Markerwadden, die kent u. Maar we willen nog verder gaan natuurlijk, want het mooie is als je hotelfaciliteiten en dergelijke hebt. En het gebied van Batavia Kwartier en Batavia Land bijvoorbeeld gaat updaten. De Batavia op het land. Nou, dat soort zaken zijn we allemaal mee bezig in die hoek. Ja, om dat te realiseren zijn er natuurlijk allerlei samenwerkingen nodig van partijen. Hoe ziet dat eruit in de Lelystad? Nou, dat is uiteraard met de provincie, want dat is een van onze belangrijke partners. Je moet je altijd te vriend houden. Maar daarnaast zitten we natuurlijk met de MRA. En omdat het IJsselmeergebied is, zit ook een van de portefeuillehouders van ons, dat ben ik in dit geval zelf, zit ik in het bestuur van de Zuiderzeegemeenten. Dus wij proberen ook vanuit de stad eigenlijk, vanuit de Zuiderzeegebieden, ook een link te maken met anderen. Hoe kunnen de ondernemers hierop inhaken?
Nou, de ondernemers die haken onder andere nu al aan. We hebben een gastheerschap, gastvrouwschap. Die hebben een cursus, een ontmoeting met elkaar gehad, waarbij ze kennis, kunde, ervaring met elkaar uitwisselen. En ook informatie krijgen over landschap, natuur, de gebieden, de gebiedsontwikkelingen, waar zijn mee bezig. En we hopen dus dat zij als een, nou, we hopen niet, maar dit is gewoon zo, zij treden op als ambassadeur voor onze stad en voor onze regio. Ja, en kunnen ze zich al aanmelden voor het een en ander, als ze ideeën hebben? Ja, die ideeën, daar kunnen ze altijd mee komen. We hebben een, wat dat betreft een account manager. Een account management, daar willen we ook zetten op als één account manager, die dan alle informatie ook met elkaar kan delen. Dus dat het niet één op één is, maar men probeert dat als een soort oliedruppel, als een watervlek eigenlijk rond te krijgen. Dus daar zijn we mee bezig. Daarnaast, als het gaat om dat gastheer, gastvrouwschap, daar is de eerste bijeenkomst geweest. Daar zijn heel wat ondernemers naartoe gekomen en we hebben enthousiast deelgenomen. En de volgende inschrijving staat alweer op stapel. Dus dat is echt een klik geweest. Ja. Want dat was voor, met name voor Nationaal Park Nieuwland, hè, dacht ik, het gastheerschap. En is dan het volgende thema bekend of is dat veel ruimer? Nee, dat is met name een inhaalslag, omdat er heel veel belangstelling is. En uiteraard vanuit de kennis en kunde die ze met elkaar hebben opgedaan, kan het best zijn dat er nieuwe thema's worden toegevoegd. Maar de basis is uiteraard in en rondom Lelystad. Dat is de kern voor ons. Oké, prima. Nou, we kunnen aan de gang, denk ik, met z'n allen richting 2030. Vrije Tijdscongres Flevoland. We staan hier bij een van Zeewolde's toeristische trekkers Hans en Grietje. En ik praat met Egge-Jan de Jonge over het perspectief 2030. Egge-Jan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Perspectief 2030 biedt allerlei kansen en mogelijkheden op toeristisch recreatief gebied. Wat zijn die kansen en mogelijkheden voor Zeewolde? Nou, van Zeewolde zijn we aangesloten op de thema's agro en food, watererfgoed en nieuwe natuur. Dat past echt, denken wij, heel goed bij de gemeente Zeewolde, omdat dat ook de, nou, een van de attractieve punten is, denken we, van de gemeente Zeewolde. En we zijn juist vandaag, denk ik, op een van die hele mooie thema's waar agro en food en dan midden in het landschap opeens zo'n droom werkelijkheid kon worden. Want dat is, denk ik, wel wat je hier ziet. Niemand verwacht het tussen de landerijen, maar je kan veel meer beleving, denk ik, creëren in het landschap. En wat kunnen we dan de aankomende jaren verwachten? Wat zijn concrete plannen eigenlijk al? Als je kijkt naar watererfgoed, dan denk ik dat we met de variantenstudie rondom de Knardijk echt wel wat kunnen verwachten. Hoe kun je nou dat oude dijklichaam wat dwars door de polder heen loopt, van Zeewolde naar Lelystad, hoe kunnen we nou dat dan laten zien? En ook meer laten beleven, dat het echt cultuurhistorie betreft, maar ook de scheepswrakken natuurlijk. Die liggen onder de grond, je ziet ze niet, maar hoe kunnen we ze tot leven brengen? En daar draait het, denk ik, om steeds meer bij toerisme. Mensen willen het gewoon kunnen beleven. Dus dat is over watererfgoed, ook de vliegtuigen natuurlijk die er liggen. Dus daar denk ik volop kansen die er liggen. Als we naar agro en food kijken, nou, dit is een, iets natuurlijk wat al in vele jaren staat. Maar ook daar zie je nog veel meer plekken waar je langzaam ziet dat mensen de beleving van midden op dat landschap, midden in die agrarische wereld ook aan het bereiken zijn. Kijk naar Fruit als Smits die dat probeert. Het wijngoed Wilgenhorst die dat probeert. Dat is alleen maar in Zeewolde, hè? Maar die kennen we op veel meer plekken in heel Flevoland. En als je naar Nieuwe Natuur kijkt, nou, dan hebben wij, denk ik, samen met het park Nieuwland, maar ook eigenlijk het verlengde daarvan in Zeewolde naar het Horsterwold en het Hulkensteinse Bos. Het Horsterwold, de enige plek waar je echt nog kan struinen, hè, door het gebied. Dus niet over de paden, maar gewoon vrij mag struinen. Ook daar kan je dus echt die beleving van die nieuwe natuur steeds meer laten zien. Ja, dan denk ik dat we daar nog heel veel kansen zien en mogelijkheden liggen. Om dit allemaal te bewerkstelligen werk je natuurlijk heel veel samen. Met welke partners werken jullie allemaal samen? Nou, het zijn natuurlijk vaak de gronden, de terreineigenaren. Dus als je het hebt over de nieuwe natuur, kijk je naar natuurmonumenten die hier vlak achter zitten. Hè? Dus het Hardebroek is ook weer zo'n plek. Of Staatsbosbeheer als het gaat over het Hardewold, of het Horsterwold. En natuurlijk ook gewoon ondernemers die in het gebied actief zijn. En dat worden er ook steeds meer, want dat is wel, nou, in coronatijd zou je kunnen denken, het wordt steeds minder. Maar juist in coronatijd zie je dat in Nederland op stap gaan heel populair weer is. Waardoor je gewoon ook heel veel nieuwe ondernemers ziet die eigenlijk mogelijkheden en kansen zien om in dat landschap waar je eigenlijk niet verwachtte dat er ook recreatie midden in het landschap lag. Dat we steeds meer ook mogelijkheden zien om in het landschap van Flevoland toeristische attracties toe te voegen. Hoe kunnen de ondernemers hier concreet op inspelen? Kunnen ze hun ideeën al ergens neerleggen?
Nou, we kennen natuurlijk de toolbox, hè, ook van Visit Flevoland, maar ook van Puur Zeewolde, ons eigen lokale merk. Dus daarmee proberen we ze ook te helpen, zeg maar, in hun uiting op online. We proberen avonden te creëren waarop we, vooral in deze periode, als het wat laag in de toeristische sector of in de tijd zit, om met hun mee te denken over hun mogelijkheden om verder en te kunnen ontwikkelen. Maar ik denk ook dat Perspectief 2030 en onze eigen vertaling daarvan in onze beleidsvisie en uitgangsprogramma, dat we ze daar eigenlijk mee in willen nemen van wat zijn nou die mogelijkheden en hoe kunnen we jullie faciliteren om het meer en nog attractiever te maken voor Flevoland en Zeewolde dan in het bijzonder hier. We hebben het in Perspectief 2030 altijd inderdaad over, hè, de komende jaren tot 2030. Hoe ziet 2030 eruit in Flevoland en in Zeewolde specifiek? Nou, ik hoop dat mensen Flevoland echt als de topdestinatie van Nederland, hè, daar waar echt de beleving is op allerlei punten. We kennen natuurlijk de anderen op de Veluwe en de MRA weten we wat we daar kunnen beleven. Maar dat mensen echt denken over Flevoland, nou, daar kan je echt de beleving vinden. Als het gaat over de lijnen die uit zijn gezet, water, erfgoed, agrofood, nieuwe natuur, dat het echt dé plek is om beleving te creëren, dat is Flevoland. Dus dat je hierheen gaat voor een dagbeleving, maar ook misschien wel een weekbeleving. En dat dan heel Flevoland attractief en goed is ingericht daarop. Ja, dankjewel, Jan, voor dit interview. Geen dank. Dan gaan we nu over weer naar Job en Brigitte. Vrije Tijdscongres Flevoland. Ja, Job, je had het net al heel kort even over Floriade. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik zei het net al, een heel belangrijk evenement om veel bezoekers naar Flevoland te trekken. En ook de thema's passen natuurlijk heel goed bij Flevoland. Growing green cities, ja. Dat is toch waar het in de toekomst over gaat. Hoe gaan we in al die steden, al die mensen van voedsel voorzien? Ja. Energizing the city is natuurlijk ook zo eentje. Hoe gaan we die steden van energie voorzien? En het mooie aan de Floriade is natuurlijk dat die thema's gecombineerd worden met schitterende landenpaviljoens. Waarin die landen ook laten zien hoe zij met dat thema omgaan. Alleen, dat is leuk voor al die buitenlandse bezoekers. Maar we willen heel graag dat die Floriade ook iets op gaat leveren voor die ondernemers in de regio. En daar hebben jullie volgens mij gevraagd om wat extra aandacht aan te besteden. Ja, je hebt natuurlijk vanuit de provincie bij Visit Flevoland en Branding Flevoland de opdracht neergelegd. Ga nou eens nadenken hoe je die ondernemers en die inwoners kunt betrekken bij de Floriade. Hoe kan dat meer gaan leven en hoe kunnen die ondernemers daar ook een graantje van meepikken? Nou, een van de dingen die wij gaan doen is zorgen dat iedereen zal weten, in Flevoland is de Floriade, dus heel Flevoland gaat aangekleed worden. En wij hebben daarvoor een pitch uitgeschreven. Wij hebben bureaus gevraagd, denk nou eens na hoe wij aan city dressing, zoals dat zo mooi heet, kunnen doen. En we gaan nou even kijken naar het filmpje van het wingende bureau Kiek. Just imagine. Uit het niets valt er een groene druppel op een blad. Het stroomt, onstuitbaar en krachtig. Als in de stam van een boom naar de kleine nerven van het blad. Een bron van energie die zich verspreidt, alle kanten uitgaat. Onuitputtelijk popt de positieve energie uit de grond, waait over het land, fluistert door de stad, verspreidt zich over gebouwen, wegen, sporen en winkelstraten en drijft over meren. Kijk om je heen en zie deze stroom overal tevoorschijn komen, ook daar waar je hem niet verwacht. De groene lijn verbindt alles en iedereen met elkaar. Denk verder dan de lijn. Zie hoe deze ook vertakt en zich gemakkelijk vormt naar de schoonheid van de natuur zelf. Naar beelden, objecten. Kijk en zie hoe de objecten het karakter van Flevoland weergeven. Een provincie met durf. Waarin we samen ondernemen, met elkaar. Waarin we slim zijn en van aanpakken houden. Waar ruimte is en met oog voor de toekomst. Flevoland verrast, kent humor en zit boordevol creativiteit. Laat je verwonderen, betoveren en blijf met een glimlach staan kijken om te ontdekken wat deze provincie allemaal te bieden heeft. Laat zien als ondernemer of inwoner hoe jij deze groene lijn ziet en uitdraagt in de provincie. Zo laten we samen de Green Vibrations door Flevoland stromen. Word je daar niet helemaal enthousiast van? Ja, als je dit ziet, hè, dan denk ik, oké. Dus iedereen moet in Flevoland een beetje de stijl leren herkennen. Maar we gaan met z'n allen weten dat de Floriade er is. Ja. Maar daarmee zijn we het nog niet. Hè, want wat wij heel graag willen, is, je had al over die arrangementen.
dat er ook van dat type arrangementen gaan ontstaan. En dat mensen die toch naar de Floriade komen en een keer terugkomen. Want op één dag heb je het helemaal niet gezien, hè? Nee. Denken van ja, die tweede dag kan ik eigenlijk wel combineren met iets anders moois in Flevoland. Maar hoe hebben jullie dat aangepakt om dat voor elkaar te krijgen? Nou, wij hebben om ondernemers bij het hele citydressing verhaal te betrekken, hebben wij een toolkit ontwikkeld. En in die toolkit, die overigens voor de eerste mensen gratis verkrijgbaar is. De eerste mensen van? De eerste ondernemers. Ik meen uit mijn hoofd gezegd zo'n 2000 kits geven we gratis weg. Maar daarna is het ook mogelijk om een kit helemaal op maat te laten samenstellen. Tegen een kleine vergoeding, echt puur tegen kostprijs. En wat jij kan doen is jouw locatie, jouw brieven, wat je ook hebt, wat je gaat communiceren, kan je helemaal in die city dressing stijl meenemen. En daarnaast gaan we dus kijken, oké, jij wil die Floriade meepakken, wie wil dat nog meer? En eigenlijk in het verlengde van die arrangementen waar ik het al eerder over had, gaan wij eigenlijk vraag en aanbod bij elkaar proberen te brengen. En dat betekent ook dat daadwerkelijk Visit bij de ondernemers langskomt met dit Floriade-aanbod in de achterzak, hè? Ja, zeker weten. Onze collega Aniek van Wijnen die is inmiddels al op pad. Dus heel veel ondernemers hebben haar inmiddels al langs zien komen. Zij gaat nog bij heel veel ondernemers langs om overal het oor te luisteren te leggen en te kijken waar ze verbindingen kan leggen. Maar ook om daar te helpen waar ondernemers denken, ik wil iets, maar ik weet niet hoe. Ja, en die oproep willen we natuurlijk tijdens dit congres wel echt doen. Je kunt er ook naartoe straks. In een breakout sessie hadden we gepland. Ja. Daar is alles moois voor verzonnen. Maar doe dat. Zorg nou gewoon dat je gebruik maakt van die Floriade voor je eigen business. En straks ook om die bezoekers ook bij jou in het bedrijf te kunnen verwelkomen. Ja, absoluut. En het mooiste zou natuurlijk zijn, wij roepen bij Visit, ons doel is iedereen één keer naar Flevoland halen. Want als je eenmaal één keer bent geweest, kom je terug. En dat moet voor die ondernemers ook zo zijn, die toeristen niet eenmalig langs laten komen, maar ze terug laten komen. Vrije Tijdscongres Flevoland. We hebben net gezien wat er allemaal met die Floriade gebeurt. We hadden het ook al even over waar Visit zich op gaat richten de komende periode. Als je nou even verder kijkt dan die Floriade, wat zijn dan zo'n beetje de trends? Als je het over de bezoekerstrends hebt, dan is de trend toch wel dat we nu voornamelijk bezoekers zien uit eigen land. Het mocht natuurlijk maar heel beperkt afgelopen jaar. En de verwachtingen zijn ook dat voordat het internationaal bezoek weer op het niveau is dat het zat, dat we dan al wel in 2024 zitten. Zo ver weg nog? Ja, dat gaat echt nog wel een paar jaar duren. Er wordt wel eerder al een klein herstel verwacht, maar dat zal toch wel even een paar jaar duren. Maar goed, wat dat betreft zijn we bij Visit heel flexibel en dan steken we hem gewoon anders in. Dan kijken we gewoon naar welke toeristen we hier wel mogen trekken. En welke zijn dat? Dan focussen we toch echt wel op de nationale toerist. Waarbij het natuurlijk heel relevant is dat heel veel mensen allerlei plekjes in Nederland al gezien hebben. Maar al het schoons in Flevoland nog niet. En wat daar natuurlijk wel een heel groot voordeel bij is, is dat er gewoon heel veel ruimte is. Maar Flevoland is ook heel goed aanrijdbaar. Hè? Het is heel goed aanrijdbaar met de trein, met eigen auto. We zijn bereikbaar. En dat is wel een USP op dit moment. En zie je ook een beetje dat de ondernemers zijn die nieuwe dingen verzinnen? Ja, er zijn heel veel nieuwe initiatieven ontplooid de afgelopen tijd. En ik heb ook al veel ondernemers gesproken die zeggen, ik blijf nu ontwikkelen. Dit was een noodzakelijk kwaad. Maar we hebben dat kunnen ombuigen naar nieuwe bedrijfsvoering. En daar gaan we absoluut mee door. En ook met onze campagnes houden we daar ook rekening mee. Hè? Hoe ontwikkelt die markt zich nou de komende tijd? Dus ja, we gaan in de plannen voorlopig focussen op de nationale markt. Maar op het moment dat we weer meer mogen reizen en doen, dan zijn we zo flexibel dat we op korte termijn ook de campagnes om kunnen gooien en toch weer op die internationale toerist kunnen focussen. En dan hadden we het al over die ondernemers met nieuwe ideeën. We zijn vandaag bij het AVO Droom. Daar hebben jullie ook volgens mij een kijkje genomen. Ja, zeker. Onze collega is hier in gesprek gegaan met de general manager. Want ook hier hebben ze heel veel nieuwe initiatieven ontplooid. Ik sta hier bij Koen Hoosemans, general manager van het AVO Droom. En ik ga een paar vragen stellen. Ook met betrekking tot het perspectief 2030. Hallo Koen. Welkom. Hi. Het perspectief 2030, een van de speerpunten daarin, is duurzaamheid. Hoe speelt het AVO Droom daarop in? Ja, duurzaamheid is voor ons eigenlijk iets heel vanzelfsprekend. En dat zit hem niet alleen in de hele grote dingen. We hebben een Green Key certificaat Gold, waar we heel trots op zijn. Maar het zit eigenlijk ook gewoon in de vanzelfsprekendheid. Hè? Als er bij ons iets kapot gaat, kan je zeggen, nou, kapot, gooi je het weg, koop iets nieuws.
Maar wij hebben het voordeel van heel veel technische vrijwilligers. En die zeggen dan, oh, is die versterker kapot? Laat maar eens kijken. En dan weten ze te repareren en dan krijgt iets een tweede leven. En dat zie ik eigenlijk als het gaat om duurzaamheid bij ons heel sterk terug. Dat we een soort van, ja, natuurlijk kiezen voor iets duurzaams. En ja, ik kan talloze voorbeelden noemen van de keuze in inkoop van eten tot en met we gaan nieuwe uniformen aankopen. Ja, dan kiezen we voor een duurzaam label. Dus op die manier zijn we daarmee bezig. En wat zijn de plannen richting 2030 voor het Aviadroom? Nou, we hebben gezien dit jaar dat in de zomer, hè, nadat we eerst dicht waren geweest, dat bezoekers ons massaal wisten te vinden en echt een hele goede zomer gedraaid. Dus dat sterkt het beeld dat we moeten blijven investeren in het product. Dus dat zullen we ook blijven doen. We hebben 2 jaar geleden de binnententoonstelling aangepast. Ja, nu zijn we aan het nadenken over hoe gaan we de rest van het park stap voor stap verbeteren. Ja, dat zijn mooie ontwikkelingen. Zo zie je eigenlijk dat corona toch ook iets positiefs heeft gebracht. Nou, zo ver durf ik niet te gaan. Positief. Het heeft zeker... Je moet op een andere manier gaan nadenken. En sommige dingen komen daardoor in een versnelling. En andere dingen vertragen. En je moet gewoon continu blijven nadenken. Wat is het effect? Hè? Nu ook. We hoopten 100% open te zijn zonder maatregelen. Ja, dat is niet het geval. Dan moeten we daar een mouw aan passen. En ja, ook met investeringen kijken wanneer plannen we dat dan. Maar het idee dat we willen sowieso blijven investeren. We geloven in het product, ja. Absoluut. Ja. En zijn er ook nieuwe producten ontwikkeld dan in coronatijd? Bepaalde apps of zo waarbij je afstand kunt creëren? We zijn gestart met een systeem voor de horeca. Dat je eigenlijk van elk punt in het park kan je een QR-code scannen en iets bestellen. En dat, ja, nu is het een beetje koud buiten, maar in de zomer werkte dat heel goed. En we denken na voor volgend jaar van, goh, kunnen we nou meer met die QR-code dan alleen bestellen? Kunnen we daar ook iets in de collectie mee doen, iets met onze tentoonstelling? Dus ja, we zijn er wel nog wel mee bezig, ja, met dat soort ideeën. Ja. Ja, dus zo zie je eigenlijk dat van iets negatiefs, hè, kan je toch wel weer iets positiefs maken. Dat is mooi. Ik heb laatst ook ergens gelezen dat jullie wederom voor de 10e keer het kindvriendelijkste uitje van Flevoland zijn geworden. Wat is het geheim? Ja, wat is het geheim? Ik denk dat een groot deel van het geheim, dat zijn die gepassioneerde vrijwilligers. Hè. Er werken hier 180 mensen met heel veel kennis, heel veel passie voor de historische luchtvaart. En die weten dat vaak ook op een hele leuke manier over te brengen op de kinderen. Ja, combineer dat met leuke speeltoestellen, educatieve, interactieve elementen. En dan heb je volgens mij een heel mooi museum waar kinderen lol hebben en ook iets kunnen leren. Nou Koen, bedankt voor dit interview en we gaan weer over naar Job en Brigitte. We hebben natuurlijk nu heel mooi allerlei dingen over Flevoland kunnen vertellen. Een beetje net als in de zaal. Wat we normaal gesproken zouden doen op het congres zijn natuurlijk breakout sessies. Dat gaat dan natuurlijk niet zo goed, hè? Nee, maar daar hebben we wel een heel leuk alternatief op verzonnen, Job. Want we zijn bij Visit niet voor één gat te vangen. Wij hebben videopodcast verzonnen en we gaan 3 workshops, breakout sessies, gaan we in de vorm van een videopodcast opnemen. En hoe komen mensen daar? Die worden op LinkedIn gepost, maar alle mensen die zich hebben ingeschreven voor het congres, die krijgen ook op tijd een nieuwsbrief waarin duidelijk vermeld staat wanneer, waar de videopodcast te zien en te beluisteren. Maar die zijn niet allemaal nu achter op de congres? Datum, die zijn een beetje de tijd verspreid. Ja, hè? De komende 2 weken gaan die om beurten gepost worden. En dat worden echt superleuke workshops of videopodcasts, moet ik zeggen. De eerste gaat, ik zou haast willen zeggen, uiteraard over Floriade in de regio. De tweede gaat over gastheer van het landschap. En de derde, ook een hele bijzondere, je breekt je nek bijna over het woord, biomimicry. Bio wat? Ja, je hoort het denk ik goed. De gedachte dat de natuur het antwoord geeft op allerlei technische en medische vragen. Dus de uitvinding van het haaienzwempak, dat soort dingen. Dat wordt er allemaal daarin uitgelegd. En degene die dat presenteert, Mark Heijstek, gaat ook echt met de kijkers en luisteraars de natuur in. Wordt alle 3 hartstikke leuk. En dat is wel mooi voor Flevoland, want die natuur staat ook hier weer centraal. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. In alle breakout sessies staat de natuur centraal. Dus dat wordt echt de moeite waard om die te gaan volgen. En dan maar hopen dat we het volgend jaar, zal ik maar zeggen,
elkaar weer zien, maar dan met toch hoop wat meer publiek om ons heen. Hè? Ja, dat is toch wel het allerleukste. Ik denk dat we hiermee een heel goed alternatief hebben, maar het zou toch wel heel leuk zijn om dan alle ondernemers en andere mensen allemaal live te mogen ontmoeten. Maar ondertussen gaan we die ondernemers op allerlei manieren tegenkomen, om te beginnen in de videopodcast. Zeker! Vrije Tijdscongres Flevoland.